Ik ben Maaike van der Gaag, directeur van de Mondriaan School hier in Crispijn. Ik ben Connie van der Pol. Ik ben IB'er en locatieleider en coördinator DLP op de Mondriaan. De Mondriaan School is een reguliere basisschool en heeft daarnaast ook het NT2-afdeling van Dordrecht in huis. Dat betekent dat alle nieuwkomers die in Dordrecht komen wonen naar onze school komen. Het Dorsleerprogramma is bij ons een inzet op de brede talentontwikkeling. Omdat vanuit de brede talentontwikkeling de kinderen meer gemotiveerd zijn om ook het gewone taal en rekenen tot zich te nemen. Daarnaast uitgenodigd worden om ook andere kanten van zichzelf te laten zien, waardoor ze een sterker in de wereld staan. Mijn naam is Famke van Dalen en ik geef op de Mondriaan dwarsluitlessen voor het leerorkest. En ik ben tevens coördinator operatie voor Leerorkest Drechtsteden. Wekelijks komen er 5 muziekdocenten hier op school. Zij geven muzieklessen aan de kinderen. Elke 5e les komen de kinderen weer samen in de klas en dan komt de dirigent ook op school. En dan spelen ze gezamenlijk in een orkest. Het is niet onze bedoeling om muzikanten van ze te maken, maar de muziek is echt een middel om de kinderen te ontwikkelen. Dus onder andere dat ze leren doorzetten, dat ze leren samenwerken, dat ze naar elkaar moeten gaan luisteren. En ook het talentontwikkeling, waarin het dus niet om gaat dat er een groot talent naar voren komt, maar je ziet bij sommige kinderen ineens een bepaalde vaardigheid naar boven komen die ze op een andere manier in de klas of tijdens de lessen niet laten zien. Ik ben Mirjam de Jager en ik werk hier op het Mondriaan als docent. En dat doe ik onder de vlag van de Movies in samenwerking met het Nationaal Onderwijsmuseum. Ja, wat wil ik hier nou brengen? Want ik denk altijd, ja, weet je wel, de docenten doen al heel veel. En we hebben afgesproken dat we heel erg aan talentontwikkeling doen. Dus dat kinderen hun eigen talent leren kennen en dat dat heel erg bijdraagt aan hun zelfvertrouwen. Nou, we beginnen bij hoorspel. Maar we gaan dus eerst heel erg aan de slag met de oren. Dus geluiden onderzoeken, heel betekenisvol in de klas, welke geluiden hoor ik eigenlijk. En dan halverwege turnen we om naar filmverhaal of beeldverhaal, wat dus een film is. En dan gaan ook de ogen meespelen. En dan gaan ze allerlei stop-motion technieken uitproberen. En natuurlijk gaan we daar dan ook weer geluiden onder zetten. Het mooiste vond bij de eerste NT2 klas, daar zit een jongen, die jongen ging aan. Zodra die water hoorde, rende die naar de kraan, ging die de kraan aanzetten. Hij wist precies waar de geluiden waren. Hij kon dus helemaal met de les meedoen, terwijl we dat van tevoren niet hadden bedacht. Je geeft kinderen een nieuwe taal. Dat vind ik echt heel tof. Mijn naam is Tessa Nolte. Ik ben Katelijne Hesp. We bieden dus inderdaad de ondersteuning voor rekenen en begrijpend lezen op de Mondriaan. Leerkring is in 2009 begonnen als een huiswerkbegeleidingsinstituut. Maar gaandeweg de jaren merken wij dat er eigenlijk steeds meer vraag is naar op maat gemaakte trajecten. Vandaar dat wij Leerkring onderwijsconsultancy zijn gestart. We zijn eigenlijk ook het basisonderwijs ingerold met ondersteuning voor taal en rekenen en dan vooral begrijpend lezen. En dat doen we voornamelijk spelenderwijs. Dus met sprongen vooruit bijvoorbeeld. Maar voor begrijpend lezen hebben we eigenlijk ook allerlei spelletjes. Moeten we natuurlijk ook gewoon lezen, maar dat kan je ook wel leuker maken dan alleen maar lezen. Ik denk dat het vooral dat spelenderwijs aanbieden van het rekenen, dus net op een iets andere manier dan de methode, dat een leerling ook een succeservaring heeft. Ik ben Jordi Bogers, docent lichamelijke opvoeding in primair onderwijs bij Nestas. Ik geef een uur extra sport, van iets over 2:30 tot 4:30. Nou, mijn focus in de verlengde schooltijd is vooral het plezier in bewegen te hebben of te krijgen. Door met niet alleen klasgenootjes, maar bijvoorbeeld ook met vriendjes uit andere klassen te spelen. Anders dan reguliere lessen is dat het gewoon wat vrijblijvender is qua activiteit, qua intensiteit. Het draagt absoluut bij aan de ontwikkeling van de kinderen. Doordat ze spelenderwijs met elkaar in interactie gaan en op die manier met elkaar spelletjes spelen. Ik denk dat de samenwerking met de partners nog intensiever kan. Dat het echt collega's worden, hè? Dus eigenlijk een soort van gezamenlijke teamleden. Ja, en in het programma dat er gewoon een programma staat wat draait, waarin elke klas extra aanbod heeft gedurende de schooltijd.